Geachte aanwezigen, lieve mensen. We hangen er weer met de benen uit, zoals het heet. En zo hoort het ook. Wat leuk dat u weer de moeite heeft genomen om samen het glas te heffen op een heel nieuw jaar. En fijn, Dika, dat jij er weer bent. Tradities, moet je koesteren. En ik wilde ook nog even, een van onze jongens, ja, dat zijn de wethouders, die noem ik altijd mijn jongens, dat zijn mij vergeven. Maar Wim Meulenkamp is vandaag jarig. Dat we dat even weten. Hij wil nooit dat er voor hem wordt gezongen. En hij is ook nog op één na de beste bestuurder van Twente geworden volgens Handpapen. Dat koesteren we ook. U bent van mij gewend dat ik begin met het bedanken van de brandweer en de politie en alle hulpdiensten die weer voor ons paraat stonden en staan. En dat doe ik bij deze, met veel ontzag en veel respect. En ik hoop op een groot applaus. En een speciaal woord van welkom, misschien wil ze dat niet, maar toch mag ik nu dit jaar zeggen, excellentie. Fijn dat u daar weer bij bent. Dit jaar wil ik in het bijzonder ook onze BOA's bedanken, de buitengewoon opsporingsambtenaren, die vaak extra onder vuur liggen, want welke middelen en bevoegdheden hebben zij om hun werk goed te doen? Na het spoorwegincident is die vraag meer dan ooit actueel. In onze gemeente zijn we gewend om veel aandacht te geven aan preventie. Liever eerst met mensen in gesprek en als die hoffelijke aanpak niet werkt, dan pas een waarschuwing of een boete. Die aanpak heeft bewezen nuttig te zijn, maar het betekent ook dat we elkaar serieus moeten blijven nemen. Niet de ander uitproberen, niet moedwillig over grenzen heen gaan. Dank dus aan onze BOA's. Tijdens de buurtschapsavonden die wij met ons college bezoeken, spreken wij naast veegplannen en bermen ook over de veiligheid in ons uitgestrekte buitengebied. De politie en de gemeente kunnen nooit alleen zorgen voor een veilig buitengebied. Daar hebben we u allemaal bij nodig. En veiligheid in combinatie met zorg verdient onze aandacht. Want huisvesting van arbeidsmigranten, mensenhandel en gedwongen hennepteelt spelen ook in onze uitgestrekte hof. We blijven toezicht houden, maar dat kunnen we niet alleen. Daarbij is ieders hulp nodig, zoals ik zei. Niet voor niets dat wij als gemeente werken aan het keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied. Op deze plek en zeker vandaag wil ik ook onze mensen in dit huis danken. Weer leverden wij de beste jonge ambtenaar in de persoon van onze duizendpoot Marjoleine Firet. En wij werden genomineerd voor de beste gemeente 2019. We werden het net niet, maar kregen wel veel sterren. En onze gemeente ging het meest intensief met onze boeren om. Daar hebben we helemaal geen nominatie of prijs voor nodig. Dat doen we gewoon met elkaar hier. Dank allemaal, want zo willen we als overheid zijn. Dienstbaar, open, in gesprek. En laten we nog eens terugkijken op het afgelopen jaar. Het jaar 2019 begint voor mij goed als ik de eerste hofbaby mag verwelkomen. Marley Spolder uit Amdelde. Goed tegen de krimp, maar bovenal goed om zo'n kleintje even te mogen knuffelen. En we hebben mooie scholen voor onze jongste spruit in de aanbieding. Maar liefst 2 hyperduurzame kindcentra zijn in aanbouw in Delft en Markelo. En Hof Marketing zorgt het afgelopen jaar voor een primeur. De eerste open dag voor onze nieuwe inwoners werd een groot succes. En dan de hoogtepunten in onze kernen, in willekeurige volgorde. In Delden werd de streekmarkt 10 jaar en werd het centrum uitgeroepen tot schoonste winkelgebied dankzij Henk Vieselier. Karelshaven ontving de ene prijs na de andere. In Amdelde vierde museumboerderij De Wendezoelen haar 25-jarig bestaan en mocht ik een naar mij genoemde dahlia in ontvangst nemen. Nou, dan voel je even Maxima. Echt, gebeurt jezelf.
In Marklo kreeg de kaasfabriek zijn eerste huurders, werd Herman Paalman genomineerd voor de vrijwilligersprijs en begon de 10-jarige Amy van Heuven samen met haar vriendengroep een zwerfafvalopruimactie. Bovendien werd de tweede truckrun opnieuw een groot succes. In Goor speelde het 100-jarige Apollo de sterren meermaals en in nieuwe kostuums van de hemel. Vierde het gospelkoor Mozaïek haar 25-jarig jubileum en opende het mountainbike- en natuurbelevingspark het Doeschoor. En niet te vergeten de Mozaïekbank in Boording, dankzij het initiatief van raadslid Sanchez. 100 jaar vrouwenkiesrecht, uitgebeeld onder kundige leiding van Ina van der Riet. En kreeg Robin Koops, de man van de kunstalvleesklier, met zijn bedrijf Inreda Diabetic, de titel Nationaal Icoon. In Diepenheim beleefde het kunstmoment zijn 15e editie en vierde dat samen met de 850 jaar oude molen Den Haller tijdens een wonderschone voorstelling. De historische vereniging Old Depen werd 25 jaar dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. En Diepenheim werd niet al of is niet alleen ons cultureel centrum, maar ook ons politiek hart geworden, dankzij Politiek in de Pol van Hans Verbeek. In Bentelo werd het voetveer Hagmolenbeek in gebruik genomen en bleef Stichting Parwin goederen inzamelen voor Irak en Syrië. In Hengevelde tenslotte bleven bedrijven zich gestaag uitbreiden, werd bakkerij Nollen bakker van het jaar, werd weer een spetterend zomerfeest gehouden en verzamelde de 11-jarige Emma Blokhorst doppen voor het Diabetesfonds. En ik kan nog veel langer doorgaan. En dan zijn er ook nog 13 buurtschappen waar we het niet over gehad hebben. Met zo'n levendige gemeente mis je ongewild toch wat. Maar nou heeft u even in vogelvlucht een idee. Natuurlijk spelen ondernemers een belangrijke rol in het vitaal en ondernemend houden van onze gemeente. Niet voor niets werden zij in het zonnetje gezet in de Week van de Ondernemer en genoemd in ons jaaroverzicht. Maar er is nog een andere levenslijn die dwars door alles heen loopt. De meestal onzichtbare en onhoorbare krachten die altijd klaarstaan en voor wie vrijwillig nooit vrijblijvend is. Onze vrijwilligers. Onze koning weet niet alleen door zijn bezoek waar onze mooie hof ligt. Hij weet dat ook omdat we jaarlijks een groot aantal gedecoreerden hebben. Maar liefst 17 het afgelopen jaar. En door hen ziet u slechts een puntje van de ijsberg. Mensen actief in kerkgemeenschappen, bij het automaatje, die helpen bij de financiële huishouding van mensen die dat niet meer kunnen, bij zorg voor terminaal zieken, bij buurtbemiddeling, in sport- en muziekverenigingen, bij een elastieke koers, in de opbouw van onze paasbokkes, bij de voedselbank, in de kringloopwinkels, bij de AED-hulpverlening, tijdens de rolstoel- en fietsvierdaagse, bij de folklorevereniging en de paardenmarkt. En ook hier kan ik weer eindeloos doorgaan. Al deze mensen zijn het cement waarmee onze gemeenschap stevig en hecht blijft. Die zorgen dat we omzien naar elkaar. Die niet verzaken, ook al is het soms in hun eigen leven niet makkelijk. Onze vrijwilligers zijn de verbinders bij uitstek en daarom willen wij hen in het voorjaar eren door de Week van de Vrijwilliger. Loesje liet het al optekenen. Als elke vrijwilliger een ster kreeg, wordt het nooit meer donker. Zij verdienen die ster en ons applaus. En dan het nieuwe jaar. Het lijkt een onbeschreven blad, maar onze geschiedenis loopt altijd met ons mee. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. En sindsdien mogen we genieten van een ongekende vrijheid dankzij de offers van zoveel. Gewone mensen met een gezicht, een naam en een geschiedenis. Die mensen worden herdacht en geëerd in alle kernen van onze mooie hof. Heel veel vrijwilligers houden die geschiedenis levend. Mede dankzij de ondersteuning van het Veefonds en de provincie Overijssel. Terecht dat wij de veteranen van alle missies vroeger en nu eren. Want oorlogen zijn helaas van alle tijden en vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor onze democratie. In mei 2019 kozen wij onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement.
De vanzelfsprekendheid van een Europese Unie als buffer tegen oorlogen die ooit raasden over ons continent is echter niet meer. Europa zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden als economische en politieke factor en als verbinding tussen al die verschillende naties die samen ons mooie Europa vormen. Onze Europese volksvertegenwoordigers zullen meer dan ooit verbinders moeten zijn. Datzelfde geldt ook voor onze eigen volksvertegenwoordigers. Van volksvertegenwoordiger naar volksverbinder. Onze overheid en onze democratie zijn wij. Wij kiezen in het stemhokje onze vertegenwoordigers. Maar we zijn er niet met één keer in de 4 jaar stemmen. Dat is te makkelijk. Iedereen moet uit zijn stoel komen, net als onze vrijwilligers, de boeren, de leraren, de bouwers en de verpleegkundigen. Wij moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Want democratie vergt onderhoud en koestering en zorg. Pas als wij samen onze democratie onderhouden, blijft deze levend en levendig. En niemand zal beweren dat dat makkelijk is. Praat u maar eens met een van onze wethouders of een van de raadsleden. Er is altijd iemand die bezwaar heeft. Altijd iemand die aangeeft dat er absoluut niet is nagedacht over alternatieven. Altijd iemand voor wie nee geen antwoord is. Mensen laten zich steeds minder vertegenwoordigen. De overheid voelt niet meer van ons. De democratie lijkt uitgehold. Laten we luisteren naar onze boeren, onze verpleegkundigen, onze leerkrachten, onze bouwers, onze ambtenaren. De groeven staan nog in het Malieveld in Den Haag. De spandoeken liggen nog aan de kant van de weg. Al die hardwerkende mensen komen uit hun stoel en geven aan dat ze zo niet verder kunnen en ook niet willen. En die mensen wonen ook in onze gemeente. Ook in dit nieuwe jaar komt weer veel op ons af. De verdere verduurzaming van onze hof, de toekomst van onze agrariërs, de zorgen voor en om jong en oud, de veiligheid in onze uitgestrekte gemeente, het behoud van onze jongeren, onze financiële situatie die steeds scherpere keuzes noodzakelijk maakt en de op zijn minst uitdagende samenwerking in Twente. Stuk voor stuk ingewikkelde vraagstukken die we niet alleen, ook niet alleen in onze hof en zelfs niet alleen in Twente kunnen oplossen. Eén ding is wel zeker. Ze zullen een groot beroep op onze onderlinge solidariteit doen. Participatie zal meer dan ooit nodig zijn. Zij aan zij met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar beide zullen op de proef worden gesteld. Respecteren we elkaars rollen, elkaars verantwoordelijkheden, elkaars leiderschap? Kunnen we echt luisteren naar elkaar? Beseffen we dat de beste oplossingen ontstaan als verschillende meningen zonder vooroordeel een kans krijgen gehoord en besproken te worden? We willen ons steeds minder laten vertegenwoordigen, maar durven we ons wel te verbinden? In die vraag ligt de toekomst van onze democratie besloten. Misschien is 75 jaar na de bevrijding wel de belangrijkste les dat we nooit vergeten wat onze geschiedenis is. Dat we staan op schouders van reuzen. Dat we elke dag opnieuw willen vertrouwen in elkaar, in onze democratie en in onze gemeenschap. Want die gemeenschap die wij hier zijn, is meer dan de moeite waard. Ik wens u een verbindend, verantwoordelijk en vertrouwensvol 2020 toe. Dank u wel.